inderdaad super leuk dat jullie hier allemaal zijn. Ik ben. Oh, oh my god, ook echt. Yay! Ik heb zelfs 100 euro shopping money gewonnen, dus dat is echt wel ziek. Het is een heel mooi doosje en ik heb al eens eerder parfums van Parfumado gehad. Good morning bitches en welkom bij een nieuwe vlog. Ik weet nog niet of dit een dagvlog wordt of een weekvlog. Maar goed, we gaan het zien. Ik heb in ieder geval vandaag een hele leuke dag voor de boeg. Dus ik dacht, ik neem jullie gezellig mee. First things first, wij hebben dus nu gordijnen in huis. En dan kun je denken, huh, is dat niet normaal? Dat is wel normaal, alleen wij hadden van die lamellen, omdat het natuurlijk eigenlijk een kantoorpand is, vandaar ook dit systeemplafond. Dus die lamellen waren echt al 100 jaar oud. En toen hadden we de huurbaas gevraagd van, hey, is het misschien mogelijk dat we andere gordijnen krijgen? En die heeft dat gewoon voor ons gefixt. Dus erin gezet, alles. Dus dat is echt heel erg chill. Dus nu hebben we rolgordijnen. En het voelt helemaal een vibe. Dus dat is echt heel erg leuk. Dus het voelt helemaal alsof we nu een nieuw huisje hebben. Matt zit daar lekker bezig met zijn muziek. Hij heeft een nieuw nummer waar hij mee aan het werken is. Dus dat is echt heel erg leuk. Maar hier zijn de gordijnen dus nog even dicht. Dus dan kan je nog even kijken hoe dat eruit ziet. Don't mind all my Vinted kleren. Dat moet ik echt eventjes een keer fixen. Maar goed, dat moet allemaal op Vinted. Matt is dus bezig met een nieuw nummer. En is echt een zieke beat. Hij maakt dus nu op zijn nieuwe album echt alles helemaal zelf. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om even te laten horen waar hij nou mee bezig is. Ja, hij heeft dus een nieuwe subwoofer. Oh my god. Hij was dus 2 weken geleden of zo jarig. Heeft dus van heel veel mensen geld gekregen. En nu heeft hij die subwoofer kunnen kopen. Dus echt ziek. Sorry, I'm not sorry. Ja, heel leuk hoor, schat. I like. Teddy vindt het ook leuk. Zo, de zon schijnt echt fel in mijn gezicht. Weet je, ik kan gewoon dus niet goed tegen licht. En nu merk ik dat het heel erg nu de zon weer gaat schijnen. Maar goed, ik heb dus zo meteen in ieder geval een event van Omoda. Dus dat is echt mega leuk. Want ik ben nog nooit naar een event van u geweest, volgens mij. Zolang ik me kan herinneren. En volgens mij werken we echt al, nou, 3, 4 jaar? Nee, wel langer. Ja, ik denk echt wel op zijn minst 4 jaar samen. Dus dat is echt super leuk. Nou jongens, de zon schijnt. Ik heb ontbijt met aardbeien. En ik wil jullie heel graag even mijn nieuwe boek laten zien van Gunny. Echt, ik ben er zo blij mee. Helemaal gelijk spring vibes in huis. Eerlijk, dat is toch echt een vibe. Goed, ik heb dus zometeen een event van Omoda. Echt super leuk in Amsterdam. En daarna ga ik gezellig met Esmee eten. Dus dat is ook heel erg leuk. Ik heb dus al 6 dagen nu. Serieus, 6 dagen last van mijn nek. Omdat ik iets te gretig was in de gym toen ik een pull-up ging oefenen. Dus ik heb hem verrekt en toen is het erin geschoten. En nu heb ik al 5 dagen een stijve nek. Dus als ik zo doe, doet het gewoon fucking pijn. Dus dat is een beetje kut. Maar goed, ik ga dus zo meteen lekker op de fiets naar de trein toe. Dus dat is iets van 20 minuutjes fietsen of zo, kwartier. Maar daar heb ik dus nu gewoon zin in. Omdat het lekker weer is en ik gewoon niet meer beweeg.
En ik heb echt beweging nodig. Ik vind sporten dus echt heel erg chill. Gewoon ook puur om even eruit te zijn. Even lekker bezig. Weet je, ik zit natuurlijk heel veel in huis. Dus ik mis dat echt. Dus als iemand tips heeft over hoe ik mijn nek zo snel mogelijk weer beter kan maken. Naast rust nemen, dan laat me alsjeblieft weten. Want 6 dagen vind ik echt lang. Maar goed, ik ga even lekker ontbijten. Oké, ik ben ready to go. Dus ik zal even een snelle outfit check doen. Ik ben trouwens zo blij met die haarspray van Color Wow. Het is echt niet normaal. Zoveel meer volume. Maar goed, ik heb deze Spencer aan van Omoda, obviously. Deze top daaronder is van Nikki. Deze broek is van Tess V. Die heeft zo'n leuk, ja, hoe noem je dit? Krokodillenprintje, slangenprintje. En dan mijn schoenen van obviously Omoda. Ik dacht, ik ga naar Omoda event. Dan moet ik wel eventjes leuk Omoda, ja, outfitje aandoen. Dus ja, on our way. Nou, ik ben er net. Het is nog niet zo super druk. Maar het is echt heel leuk, want je kunt daar dus je shirt bedrukken. Dat heb ik echt net gedaan. Ik zal even wat shots toevoegen. En ja, ik ben heel benieuwd. Hier heb je nog dit. Lekker, alles is in pastelkleuren. Nou, ik ben niet in pastel, as you know. Maar goed, wel lekker beige. Je kan bij deze stand gewoon je eigen shirt laten bedrukken. Met al deze leuke, ja, stencils. Hoe leuk. Nou, daar gaat hij. Zo leuk. Daar kan je nog je cocktails laten maken. En hier is een fotobooth. Nou, dan gelijk ook maar even een cocktail bestellen, hè. We zijn nu voor een Virgin Mojito gegaan. Even geen alcohol op deze maandagmiddag. Zo cute. Ik heb dus een Vega Pokeball gekregen. Er was eigenlijk kip bij. Alleen, die hebben ze er nu even uitgehaald. Dus dat vind ik wel heel schattig. Nou, chin chin dan maar, hè. Ik wil zeggen dat ik het super leuk vind dat ik jullie hier allemaal ontmoet. Als eerste influencer event van Omoda. Naast de lanceren. Maar ja, heel leuk dat we nu ook allemaal gezicht bij jullie hebben. En ik denk dat ik het dan even overgeef aan jou. Ja, namens ons inderdaad super leuk dat jullie hier allemaal zijn. En jullie zijn hier omdat wij vandaag ook onze brandingscampagne lanceren. En dan denken jullie misschien, wat houdt dat dan precies in? Nou, sinds vandaag zijn we ook weer op tv te zien met Oké, we gaan even bij de fotoboek. Ze vallen er bijna uit. Oh god. Kan ook nooit normaal. Ik was stuk. Oh mijn god. Iris Eikenhuis. Oh mijn god. Woe. Wat goed. Dori. Had je bijna prijs. Yay. Ik wil ook winnen. Nee. Ik ook. Ik ga gewoon filmen tot ik mijn naam hoor. Ik moet daar wel door, want ik heb wel een andere prijs. Ik ben. Oh, oh my god, ook echt. Yay! Het is gewoon gelukt. What the fuck? Hey. We worden heel goed verzorgd. Om de 10 minuten komen er lekkere hapjes. Nou, het is 7:15 en ik moet nog 10 minuutjes lopen naar Esmee toe. Maar het was echt heel erg leuk bij het event. Ik heb zelfs 100 euro shopping money gewonnen, dus dat is echt wel ziek. Superleuk. Maar ook sowieso leuk om iedereen weer even te zien en ook nieuwe mensen te ontmoeten. Ik weet niet, ik geniet daar toch wel echt heel erg van. Ik heb ook nog een goodiebag gekregen trouwens. Die zal ik zo bij Esmee eventjes unboxen. Dus ook wel leuk om even nog te laten zien. Ja, het is echt heerlijk weer om nog eventjes te lopen. Dus ja, helemaal leuk. Ik ben bij Essie, mijn schatje. En ze heeft gewoon al gekookt. Het is al helemaal ready. Even, zie ik daar nou burrata? Ja, ik ben even afgeleid. Ja. Oh, is water nat? Natuurlijk wil ik dat. Heel leuk, lekker. Wat is het nou precies? Orzo met? Citroen. Ja. Silicon. Ja. En courgette. Lekker hoor. En burrata natuurlijk. Heerlijk. Kijk hoe schattig. Ze heeft helemaal de kaarsjes hier aan. Dit is toch cute.
Oh mijn god. Oh nee, nog een uur inderdaad. Nou, ondertussen zitten we even te wachten. Of nou, S vooral op de sale van... Ja, hoe noem je dit? Ik weet echt niet hoe je dit zegt. Abel? Ja, ik weet het niet. We weten het niet. We gaan lekker eten in ieder geval. Oh, dit ziet er heerlijk uit. Wat zit er nou daar nog in dan? Ja, dat is van Noor. Waar is Noortje? Die is even naar de kapper. Oh, oké. Okay. Nou Noor, als je dit ziet, het eten wordt goed geregeld. Wat is dit? Carrot cake. Oh, is dat ons toetje? Noor, mag ik dit? Ja, dat ja zegt ja, ze. Mag. Ja. Oh, yes. Oh, lekker hoor. Bedankt. Alsjeblieft. Ik heb het weer goed voor elkaar. Mijn stijve nek wordt nu behandeld. Kan die harder of niet? Met... Vindt zo goed. Nee, kan wel harder denk ik. Ja, het zit vooral daar links. Hier zo? Ja. Kijk, S en ik hebben dus die challenge van dat je... Oh, yo, wacht even. Oké, het is echt net 11 uur geweest. 10 over 11 of zo en ik ben net thuis. Ik ben helemaal verwilderd van het fietsen. Mijn voorhoofd is bevroren. Maar ik ben blij dat ik levend thuis ben. Want ik ben altijd toch een beetje bang om in mijn eentje in het donker te fietsen. En eigenlijk slaat het nergens op. Want ik probeerde ook echt nog te denken van... Het heeft geen nut om nu bang te zijn, want het verandert niks aan deze situatie. Ik ben dus sinds vanmorgen begonnen met mediteren. Dus ik probeerde dan gelijk toe te passen. Zo van... Wat denk ik en wat voel ik nou? En probeer er dan niks bij te voelen. Zo zeg maar. De negatieve dingen dan natuurlijk. De goede dingen niet. Dus ik ging het proberen op de fiets. En ik denk wel dat het soort van is gelukt. Maar goed. Ik ben in ieder geval levend weer thuis. En nou. Juice is ook weer blij dat ik er ben. Zo schattig. En ik wil heel graag met jullie even mijn Omoda goodie bag unboxen. Want ik ben echt zo benieuwd. Ik zag namelijk dat er een Parfumado flesje in zit. En ik ben zo... Oh, wat film ik. Ik ben in ieder geval zo benieuwd naar dat Parfumado flesje. Want ik heb stiekem hoop dat het die van Jade Anna is. Maar ik weet het dus niet. Dus ik wil het even samen gaan unboxen. Dus ik zal jullie even op een goede plek neerzetten. Oké, okay, ik denk dat ik het even zo ga doen. Dit is dus in ieder geval de goodie bag. En als eerste wat ik zie is deze supermooie bloem. Oh, dit is leuk. Dit zijn van die zijde boeketten die dan worden gemaakt. En dit is dus één zo'n bloem van zo'n zijde boeket. Ik zie dit dus echt steeds vaker bij mensen voorbij komen. Dat ze dan gewoon gezellig zo op tafel zo'n boeket hebben. Hoe handig. Dat hoef je dus geen water te geven. Al moet ik zeggen dat ik wel echt van echte bloemen hou. Maar goed, ik vind het wel echt super leuk. Dan hebben we dit shirt. En die hadden jullie al gezien in de vlog. Die heb ik dus laten bedrukken met een laars. Nou, ik vond het zo leuk dat dat kon. Dat heb ik echt nog nooit eerder gezien op een event. En het shirt is dus van Select Femme. En achterop, kijk, hier zit dan dus nog het Omoda logo. Dus dat is echt heel erg leuk. Want ik vind het dus vooral leuk dat alleen de mensen die op dat event waren zo'n shirt kunnen hebben. Dus dat vind ik echt heel erg cool. Oké, okay, dan ga ik echt even gelijk naar het Parfumado flesje, want daar ben ik zo benieuwd naar. Dit is een heel mooi doosje en ik heb al eens eerder parfums van Parfumado gehad en die vond ik echt amazing. En het is vooral handig omdat het gewoon lekker klein is en handig mee te nemen. Is het deze? Ik denk dat het deze is. Oh ja, oké. Okay. Nee, het is niet die van Jade Anna, maar het is volgens mij wel een hele lekkere. Want er staat hierop African Hours. En er staat hier achterop A Clean and Soft Feeling. En het is dus een beetje exotisch. Nou, ik zeg even proberen. Oh, het is wel een heel mooi parfumflesje. Een beetje goudachtig. Ik ben heel benieuwd. Oh, heel bijzonder, ja. Oh, wat lekker. Oh, wat apart. Heel apart. Wel echt heel lekker. Ja, hoe moet je dit omschrijven? Ik heb echt geen idee. Wat staat hierbij? Black currant. Wat is dat? Jasmine en musk. Oh, dat is echt heel lekker. Als je juice hoort eten op de achtergrond. Sorry. Oké, dit is echt heel erg lekker. En super handig voor in je tas of voor onderweg. Dit is van De Spiegel. Het bedrijf waar we de spiegel van hadden op het event. Hoor mij ook zeggen we alsof ik het georganiseerd had. De spiegel die op het event was, die was in ieder geval van dit merk. En dat heet dus Flitsy. Nou, echt super leuk. Ik vind dit ook zo cute. Een soort van mini kerstballetje. Dan stond er natuurlijk ook een stand van Blitzby. En dat is waar je je eigen nagels mee kan doen. Maar dan gewoon thuis. En dan lijkt het dus net alsof je van de salon komt. En hier zitten van die nagelstickers in. Nou heb ik natuurlijk al Biap op mijn nagels. En ook met best wel veel nail art. Dus ik heb dat niet gedaan. Want
ja, dat gaat niet over dit heen. Maar wel heel erg leuk. Hier ga ik even een vriendin mee blij maken. Altijd goed en handig. Dan zit er van Omoda nog een heel leuk armbandje in. Roze met goud. Ook heel cute. Ah, nog een heel leuk kaartje. Super lief. En dan als laatste Musky Sweet Room Spray. Oké, dat is ook heel chill. En dat ziet er zo uit. Handig. Dan kan je het even testen. Ik ga dit ook gelijk even sprayen. Oh, lekker. Wow. Het zat in mijn mond volgens mij. Ik ga stuk. Oh, dit ruikt heel lekker. Volgens mij ruikt het hetzelfde als deze geurstokjes. Musky Wood. En wat staat hier op? Musky Sweet. Oké, komt wel aardig overeen volgens mij. Maar dit ruikt echt heel erg lekker. Dus oh, hier ben ik echt heel erg blij mee. En die parfum ruikt ook echt super lekker. Heel apart. Echt heel lekker. En dan was dat hem alweer. Hij is al helemaal leeg. Nou, echt super leuk. En ik heb natuurlijk nog 100 euro shoptegoed. Laten we die ook even openmaken. What the fuck, dat ik dit gewoon gewonnen heb. Echt zo leuk. Dit moeten we ook echt even samen openmaken. Super mooi doosje. Voelt toch dan wel weer zo helemaal speciaal, hè? Mm. En dan zit hier de giftcard in. Echt zo leuk. Echt heel leuk. Oh mijn god, nou helemaal verwend. Dankjewel Omoda voor de mega leuke dag. Super leuk om jullie ook een keer in het echt te ontmoeten. Dat vind ik dus echt leuk, want je hebt dan jarenlang contact eigenlijk via e-mail. Dus je hebt er eigenlijk nooit echt een gezicht bij. Je ziet natuurlijk wel stories en dingen voorbij komen op social media. Maar het is toch anders in het echt. Dus ik vind het wel heel erg leuk om iedereen nu even gezien te hebben. Dus ik vond het ook echt een hele leuke dag. En ja, ik ga me nu eigenlijk klaarmaken voor bed. Want het is inmiddels volgens mij al... Hoe laat leven we om precies te zijn? 11:23. Dus ik ga lekker richting bed. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Als je hem leuk vond, doe je duimpje omhoog. Abonneer je ook even op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Zet ook even je belletje aan om van alles op de hoogte te blijven. En dan zie ik je heel erg graag bij de volgende video. Bye!